Goedemiddag, welkom. Fijn dat u er allemaal bent. Vrijheidscollege was de opdracht. Ik mag het 3 keer doen. Overmorgen ook nog in Wageningen. Dus stad der bevrijding. Het was een indrukwekkende demonstratie van eensgezindheid. In veel Nederlandse steden liepen op 8 januari van dit jaar mensen door de straten om hun solidariteit te betuigen met de redacteuren van Charlie Hebdo in Parijs. Die hadden hun leven gegeven. Die waren slachtoffer van een aanval op de vrijheid van meningsuiting en duizenden Nederlanders toonden zich solidair. Indrukwekkend inderdaad. Die rotsvaste overtuiging dat iedereen voor zijn mening moet kunnen uitkomen, dat alles gezegd en gedrukt moet kunnen worden, althans binnen de grenzen van de wet. Het lijkt alsof die overtuiging ons Nederlanders in de genen zit. Maar dat is niet zo. We komen wat dat betreft van heel ver. Eigenlijk blijkt uit onze geschiedenis dat censuur ons veel vertrouwder is dan die prachtige vrijheid waar we massaal onze warme woningen voor uitkwamen op 8 januari. Daar gaan we het zo over hebben, maar laten we eerst eens teruggaan naar wat volgens mij het mooiste wapenfeit in de strijd voor vrijheid van meningsuiting in onze geschiedenis is geweest. Ik ben er nou op zoek gegaan, waar hebben mensen nou echt gevochten voor de vrijheid van meningsuiting in de recente geschiedenis? En ik vond een heuse heldendaad in dienst van het vrije woord. Ik neem u mee terug naar april 1944. Nederland is 4 jaar bezet. De woede over de naziterreur neemt steeds meer toe. En het verlangen om weer baas in eigen huis te zijn evenzeer. Op 12 april vertrekken 6 verzetsmensen vanuit Veenendaal op de fiets in westelijke richting. Ze staan onder leiding van Dirk van der Voort, een overtuigd communist van het onverzettelijke soort. Ze worden wel de arenden van de Gelderse Vallei genoemd. Ik ben er niet achter of dat serieus of ironisch bedoeld is. De arenden van de Gelderse Vallei. En ze hebben de beschikking over vuurwapens. En ze hebben zich gespecialiseerd in overvallen op distributiekantoren, waar ze bonkaarten en andere papieren buitmaken om daarmee de hulp aan onderduikers zoveel mogelijk te ondersteunen. Maar Dirk van der Voort vindt dat niet genoeg. Hij ergert zich groen en geel aan de Duitse propaganda en vindt het effect van de verzetskranten en ook van het communistische blad De Waarheid, waaraan hij zelf meewerkt, onvoldoende. Dirk en zijn vrienden willen op een meer spectaculaire manier hun verzetsboodschap onder grote groepen mensen brengen. Ze willen in een echte krant publiceren. Eerst hadden ze een plan beraamd om in Arnhem de krant van de gelijkgeschakelde arbeiderspers te kapen. Maar Dirk kwam uit die buurt, uit Velp, en hij was bang dat hij daar herkend zou worden. Het oog van de verzetsgroep valt vervolgens op de Schoonhovense Courant, waar een van de leden goede contacten heeft. Daar drukken ze 12.000 kranten per keer, 3 keer in de week. Een mooi aantal. Daar willen ze hun idee ten uitvoer brengen. Het plan is uitgesproken gewaagd. Ze willen de zetterij van de krant overvallen. De zetters en de drukkers dwingen de tekst van de normale krant te vervangen door artikelen in de ware verzetsgeest. En vervolgens die krant laten drukken en verspreiden. De voorbereidingen vinden plaats op een bevriend adres in Krimpen aan de Lek. Daar strijken ze op 13 april 1944 neer. Daar kunnen ze over 1 typemachine beschikken. Ze richten er een soort redactie in voor 1 dag. 1 voor 1 tikken ze daar hun artikelen. Josh schrijft over de gehate landwacht. Ben schrijft het stuk Waar blijft de invasie? En Dirk van der Voort, die dag redactiechef, schrijft het artikel 10 mei 1940. Dat begint met de fraaie zin: nog een paar weken en het zal 4 jaar geleden zijn dat Hitlers bende, geholpen door de verraderskliek van Mussert, Nederland binnenvielen. De volgende morgen, vrijdag 14 april, fietsen de 6 mannen met hun vers getypte kopij naar Schoonhoven, waar ze om 9 uur het gebouw betreden.
Ze vragen naar hoofdredacteur Willy Kermans, maar die is afwezig. De mannen zeggen dat ze van de perscontrole zijn. En dan komen ze erachter dat de zetterij en de drukkerij in een gebouw in een andere straat zitten. 4 man gaan daarheen en leggen de 15 man personeel uit dat alles vandaag anders is. Ze moeten het bestaande zetsel vervangen door nieuwe kopij. Dat gaat allemaal niet vanzelf. De verzetslieden worden niet vertrouwd. Ze trekken zelfs het pistool om het grafisch personeel te overtuigen dat ze moeten meewerken. Ze zorgen ook tussendoor voor eten, altijd belangrijk bij een revolutie. En ze krijgen het uiteindelijk voor elkaar. De Schoonhovense Courant telt door papierschaarste in die periode maar 2 pagina's. De voorpagina blijft intact. Maar de achterpagina komt vol te staan met communistisch getinte verzetsteksten en met 2 gedichten. 1 is er overgenomen uit het beroemde Geuzenliedboek. Het verhaal van een moeder wie haar zoon gefusilleerd werd en die oproept tot de strijd. 1 van de coupletten wil ik u niet onthouden. Schuw felle pijn, nog wrang verdriet. Bezie de dingen in het groot. Zoveel boete met de dood. Waarom zij wel, waarom gij niet? Uiteindelijk rolt de krant van de pers. De bezorgauto die de kranten naar de omliggende dorpen moet vervoeren, wordt volgeladen. De gasgeneratoren weigeren, maar uiteindelijk krijgen ze de auto toch aan de praat. En chauffeur Gerrit Steehouwer rijdt zijn normale route. De bezorgers die het stadje Schoonhoven bedienen, worden nog even opgehouden. Het zou natuurlijk fataal zijn als de bezetter zou merken wat er gebeurd is, terwijl die verzetsmensen nog in Schoonhoven zijn. Het lukt allemaal wonderwel. De verzetsmensen fietsen weg, gaan met de pont over de lek en rijden terug naar het oosten. En de kranten komen in 12.000 fout in de bus bij de lezers. Die moeten verbijsterd zijn geweest. De achterkant van de krant vol met anti-Duitse teksten. Het verzet heeft zich even een weg naar buiten gebaand. De illegaliteit in een legale krant. Even ter geruststelling, de nasleep is goed verlopen. Er zijn weliswaar 5 personeelsleden van de Schoonhovense Courant even vastgezet, maar uiteindelijk werd wel duidelijk dat ze geen rol hadden gespeeld in de overval op de krant. Ze werden snel weer vrijgelaten. De 6 illegalen zijn die middag naar Vreeswijk gereden, vielen daarvan vermoeidheid van de fiets en lazen in het gras de krant die ze zojuist hadden gemaakt. Weken later gaat Dirk van der Voort nog een keertje naar Krimpen. Hij hoort er in geuren en kleuren het verhaal dat een groep illegalen de Schoonhovense Courant had overvallen en de inhoud had veranderd. En dat die exemplaren nu aan liefhebbers werden verkocht, soms voor heel veel geld. Opbrengst voor hulp aan onderduikers. Het is een mooi verhaal. Het is zelfs een paar weken later via Radio Oranje aan heel luisterend Nederland verteld. Maar het is wel een grote uitzondering. De regel is namelijk anders. Namelijk dat Nederlanders zich doorgaans gemakkelijk neerleggen bij censuur. En dat al eeuwenlang. Want censuur is van alle tijden. Toen rond 1450 Johannes Genschfleisch zur Laden zum Gutenberg de boekdrukkunst had uitgevonden, reageerde de aartsbisschop van het naburige Mainz razendsnel. Hij vaardigde het gebod uit dat alle te drukken tekst eerst aan hem moest worden voorgelegd. Niet, zo schreef Jan Blokker ooit in 2010, om die teksten te lezen, maar om ze te kunnen verbieden. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. Machthebbers en dus ook overheden zijn altijd als de dood geweest voor onafhankelijke media. Ook in Nederland, dat tegenwoordig zo massaal pal staat voor de vrijheid van meningsuiting. Ik beperk me in dit verhaal voor het gemak tot de 20e eeuw. Om te beginnen de jaren 30. De radio. De radio komt dan in steeds meer huishoudens, wordt steeds populairder en daardoor ook steeds belangrijker. Het Nederlandse bestel telt 5 omroepen. De Algemene AVRO, Liberaal van Toon, de Protestant-Christelijke NCRV, de Rooms-Katholieke KRO, de Sociaal-Democratische VARA en de vrijzinnig-protestantse VPRO, toen nog met puntjes en veel kleiner dan de andere. Ten behoeve van die radio
is er een radioomroepcontrolecommissie opgericht die toezicht moet houden op wat er allemaal wordt verkondigd. Toezicht, dat betekent hier preventief toezicht. De teksten van uitzendingen en toespraken moeten tevoren de toestemming hebben van de controlecommissie. Voorzitter daarvan is de Friese jurist Pieter Sjoerds Gerbrandy, die in de oorlogsjaren zal uitgroeien tot onze onverzettelijke minister-president in Londen. Onder Gerbrandy, niet bepaald een socialistenvriend, is het vooral de VARA die eraan moet geloven. Volgens Gerbrandy-biograaf Kees Vasseur zijn er in 1933 liefst 188 uitzendingen van de VARA verboden, dan wel gecensureerd, wegens uitlatingen die gezagsondermijnend werden geacht. De omroep mocht bijvoorbeeld haar uitzendingen niet meer afsluiten met de internationale en moest op zoek naar een ander, minder staatsgevaarlijk lied. 5 jaar later, in 1938, waren er nog steeds 38 VARA-uitzendingen waar de schaar in werd gezet. Eén daarvan was het opvoedkundig vragenhalfuurtje van mevrouw H. van der Heijden. Daarin kwam geboortebeperking ter sprake. Een onderwerp dat door de censors van de radio onder leiding van Gerbrandy als volkskracht ondermijnend werd aangemerkt. Het zou bovendien een ongewenste polemiek kunnen uitlokken. De controleurs besloten de rubriek niet voor uitzending toe te laten. Censuur hanteerde de Nederlandse koloniale overheid ook in onze overzeese gebiedsdelen. Nederland had bijvoorbeeld de gewoonte om Indonesiërs die zich beijverden voor meer rechten voor de gewone Javaan of Sumatraan zonder vorm van proces in de cel te zetten. Of eigenlijk in het concentratiekamp op te sluiten. Dat klinkt misschien wat overdreven, concentratiekamp in de jaren 30, maar dat is het niet. Voor Indonesische nationalisten was het kamp boven Digul ingericht. Misschien wel onze meest effectief uit het collectieve geheugen gewiste zwarte bladzijde. Boven Digul lag in een onherbergzaam gebied in de jungle van Nieuw-Guinea. Er hoefde niet eens een hek omheen. Wie probeerde te vluchten was sowieso ten dode opgeschreven. Latere leiders als Shahir, Hatta en Salim verbleven in boven Digul. Salim zelfs 15 volle jaren. Omdat ze zich in anticoloniale zin hadden uitgelaten. De latere Indonesische president Sukarno is nooit in boven Digul opgesloten. Hij kreeg wel een proces. Bij een huiszoeking waren opruiende papieren gevonden, geen wapens. In zijn proces in Bandung in het jaar 1930 voerde hij zijn eigen verdediging. In een pleitrede van 2 volle dagen. Waarin hij het Nederlandse gezag voorhield wat het van de Indonesische nationalisten te verwachten had. Geen bommen, geen dynamiet, maar openbare vergaderingen. Sukarno werd niettemin tot 4 jaar veroordeeld. Wegens opruiing. In zijn pleidooi had hij een curieus verzoek gedaan. Hij had er begrip voor dat Nederland spionnen inzette tegen de nationalistische beweging. Maar mochten die misschien van iets betere kwaliteit zijn, zodat ze niet zulke volstrekt onjuiste rapporten uitbrachten? Sukarno's straf werd ingekort tot 2 jaar. Maar na zijn vrijlating werd hij opnieuw opgepakt en nu, zonder vorm van proces, 5 jaar opgesloten. Zo drukte het Nederlandse bewind in de jaren 30 de Indonesische vrijheid van meningsuiting de kop in. In die andere kolonie, Suriname, ging het niet veel anders. Daar beschouwde het Nederlandse gouvernement de slavenzoon Anton de Kom als staatsgevaarlijk. Hij werd na zijn terugkeer uit Nederland, begin 1933, scherp in de gaten gehouden en binnen een maand gearresteerd. Een concrete aanklacht was er niet. Anton de Kom was gewoon staatsgevaarlijk. Op een demonstratie, gehouden om zijn vrijlating te bepleiten, opende de koloniale politie het vuur. Er vielen 2 doden en 30 gewonden. De Kom koos ervoor om het land te verlaten en weer in Nederland te gaan wonen. In plaats van een langdurige gevangenschap zonder proces. In Nederland bleef hij schrijven. Zijn belangrijkste werk werd Wij slaven van Suriname.
Tijdens de bezetting, dus 40-45, schreef hij voor het communistische verzetsblad De Vonk. De Sicherheitsdienst pakte hem daarvoor op. Via Vught kwam hij in Sachsenhausen. Hij stierf in een buitenkamp van Neuengamme. Eigenlijk een dubbel slachtoffer van de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting. Eerst door Nederland en toen door Nazi-Duitsland. Na de oorlog herrees Nederland. Met behulp van de geallieerden had de democratie gezegevierd over het totalitaire regime van de fascistische vijand. Maar het is moeilijk vol te houden dat ook de vrijheid van meningsuiting direct al een bloeitijd tegemoet ging. Natuurlijk, Nederland was weer vrij. Je kon weer zeggen wat je wilde zonder de kans te lopen om te worden opgesloten of erger. Maar als het er echt op aankwam, bleken er sterkere krachten dan die uitingsvrijheid. De verzuiling bijvoorbeeld, die kwam in volle hevigheid terug. Het leek er sterk op dat de Nederlander in de naoorlogse verwarring maar al te graag teruggreep op de vaste waarden van vroeger, de hechte verbanden van kerk en eigen kring. En daarbinnen stond de discipline centraal. Dissidentengeluiden werden niet op prijs gesteld. Aan één zo'n conflict hebben we indirect onze grootste politieke partij van vandaag te danken. In de nieuwe volkspartij PvdA, die kort na de oorlog was opgericht, was ook de Vrijzinnig Democratische Bond opgegaan. Met de Rotterdamse burgemeester P.A. Oud in de voorste linie. Maar aan de liberaal Oud was de sociaal-democratische partijdiscipline niet bepaald besteed. Toen de partijraad van de Partij van de Arbeid een uitspraak deed die als positief voor de Republiek Indonesië kon worden uitgelegd, schreef hij een boze brief naar de partijkrant, Het Vrije Volk. De hoofdredacteur aarzelt over plaatsing en laat de brief voor de veiligheid maar even liggen. Oud pakt de telefoon en belt de hoofdredacteur, Klaas Voskuil, u weet wel, de vader van de schrijver van dat meeslepende kantoor-epos Het Bureau. Voskuil, vader Voskuil dus, antwoordt dat hij de beslissing over plaatsing van de brief aan het hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid heeft voorgelegd. Het Vrije Volk is een echte partijkrant en de hoofdredacteur dus een soort zetbaas. Oud ontploft en zegt dat hij de brief dan wel ergens anders laat plaatsen. Waarop Voskuil dat als een dreigement opvat en meedeelt dat de brief niet zal worden geplaatst. De zaak escaleert. Professor Oud schrijft een lange brief en zegt daarin letterlijk: binnen de PvdA is onvoldoende ruimte voor vrije meningsuiting. De ruzie ettert nog even door en dan barst de bom. Eind 1947 verlaat Oud de PvdA en werkt aan de oprichting van een nieuwe partij, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, die genoeg zetels haalt om direct deel te kunnen uitmaken van het volgende kabinet. Ander voorbeeld. In een andere hoek van de politiek. De Communistische Partij van Nederland is als enige sterk gekant tegen het sturen van dienstplichtigen naar de oorlog in Indonesië. De eigen krant De Waarheid schrijft voortdurend over het verschijnsel van de dienstweigeraars. Het moeten er duizenden zijn geweest. In de andere kranten zul je daar vergeefs naar zoeken. Zelfs een opstand van opgesloten dienstweigeraars in de kazerne van Schoonhoven, jawel, Schoonhoven, daar zijn we weer, krijgt in geen enkele krant vermelding. De andere partijen houden die deksel graag op de pot. Het meest opmerkelijke voorbeeld is van 21 september 1946. Demonstranten protesteren in Amsterdam tegen het vertrek naar Indonesië van het eerste troepenschip met dienstplichtigen, de Boissevin. Er ontstaan relletjes. De overheid zet de marechaussee in. Er is nog geen ME in die tijd. Er vallen schoten in de Haarlemmerstraat. Een van de demonstranten blijft liggen. Hij is dodelijk getroffen. Het is de 41-jarige Petrus Dobbelaar. Zijn naam zal nooit tot ons collectieve geheugen doordringen. Want behalve De Waarheid maakt geen enkele krant melding van de doodgeschoten demonstrant. Ook een massale protestbijeenkomst in de Apollohal, waar 10.000 mensen op afkomen, wordt verzwegen. In de ministerraad komt de discussie aan de orde of de troepenschepen voortaan niet in stilte moeten vertrekken. Nee, dat vinden de ministers geen goed idee.
Moet elke krant dan wel worden uitgenodigd bij zo'n vertrek, is de vraag. Ook de waarheid. Het kabinet vindt van wel. Maar minister Bill voegt eraan toe, ik citeer de notulen van de ministerraad, wanneer dit blad dan verkeerde dingen schrijft, zou het kunnen worden verboden. Louis Bill is dan de voorman van de grootste politieke groepering in Nederland, de KVP. De katholieken worstelen in de naoorlogse jaren nog even intensief met de vrijheid van meningsuiting als in de jaren 30. De katholieke elite is vooral bezorgd, hoogst bezorgd, over alle bedreigingen van de moraal en het zedelijk peil die uitgaan van moderne literaire werken. Jonge schrijvers als Simon Vestdijk, Gerard Cornelis van het Reven en Willem Frederik Hermans komen er slecht af in de recensies van de katholieke literatuurbeoordelaars van de stichting IDIL, Informatiedienst in Zaken Literatuur. Dat is een in Tilburg gevestigd instituut dat boeken beoordeelde op hun schadelijkheid voor de katholieke ziel. Dat moest wel botsen. En dat deed het ook. Er waren voortdurend heftige discussies over de opvattingen en de oordelen van die recensenten. Een illustratief incident deed zich voor in Sittard in december 1951. De gemeentepolitie van die stad was geabonneerd op de IDIL-tijdingen. Dat was het blaadje dat de recensies bevatte van nieuwe literaire werken. En toen het nieuwe nummer was binnengekomen van de IDIL-tijdingen, las een inspecteur van politie daarin dat de nieuwe roman van Simon Vestdijk, De Dokter en het Lichte Meisje, het predicaat streng voorbehouden had gekregen. Streng voorbehouden. Een mooi woord. Dat betekende destijds, volgens de richtlijnen van die IDIL, dat zo'n boek slechts bij uitzondering, om gegronde redenen, door welgevormde lezers zou mogen worden gelezen. Welgevormde lezers. Dat gold natuurlijk alleen voor katholieken, dat soort bepalingen. Maar de politieinspecteur vond het een goede reden om toch maar een brigadier naar het pand van de Algemene Spoorwegboekhandel te Sittard te sturen, om daar te bezien of Vestdijks werk er te koop was en dus de openbare zeden in gevaar zou brengen. Vanaf dat moment lopen de lezingen een beetje uiteen. In de krant stond dat de brigadier het boek uit de etalage had laten halen. Daarop stelde PvdA-kamerlid Nederhorst kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Louis Bill, daar is hij weer. Daaruit bleek dat de desbetreffende brigadier opdracht had om tijdens de maandelijkse controle van de boekhandels in de gemeente de winkeliers te wijzen op Vestdijks nieuwe roman. Zij moesten ervoor zorgen dat het boek niet in handen van jongeren zou komen. Bill gaf toe dat de politie hiermee buiten haar boekje was gegaan. De politie mag alleen controleren, zo antwoordde hij aan de Kamer, en dan rapporteren aan justitie of aan de burgemeester. Bill gaf ook nog een inkijkje in de opsporingsmethode van die dagen. Hij zei dat er naast de IDIL-brochure ook nog een publicatie bestond van de afdeling criminele voorlichting van het ministerie van Justitie. De zogeheten lijst van geschriften welke als aanstootgevend voor de eerbaarheid zijn te beschouwen. De politie van Sittard had die twee boekjes kennelijk verward. En de brigadier was met de IDIL-recensie op pad gegaan. Bill sprak er in de Kamer over een te grote dienstijver van de brigadier. Hij had zijn fout inmiddels ingezien en had beloofd zich voortaan stipt aan de regels te zullen houden. De kwestie Sittard doof spoedig uit. Achtergrondstukken zijn er nergens over geschreven. Ook de eigenaar van de Algemene Spoorwegboekhandel te Sittard is er nooit over geïnterviewd. Je staat er versteld van hoe weinig informatief de kranten destijds waren over zo'n veelzeggend incident. En er was natuurlijk ook nog geen televisie, laat staan, talkshows op de televisie. Het zou tot 1956 duren eer de Nederlandse televisie een vaste nieuwsuitzending zou krijgen. Op 5 januari van dat jaar ging het NTS-journaal van start. Was daar sprake van overheidscensuur? Het antwoord is nee. Was er sprake van andersoortige censuur? Het antwoord is ja. Het ging op de Nederlandse manier. Het NTS-journaal stond onder controle van de zuilen, van de bestaande omroepen. De verantwoordelijkheid voor uitzending lag niet bij de hoofdredacteur, maar bij de zogenaamde journaalcommissie.
een gezelschap vertegenwoordigers van de radioomroepen, die inmiddels ook de televisie erbij deden. Die commissie vergaderde elke week om de inhoud van de uitzendingen op voorhand te bespreken. Het waren trouwens in het begin maar 3 uitzendingen per week, want er was maar 3 avonden televisie per week. Maar door de populariteit van het medium en vooral van de nieuwsuitzendingen steeg dat aantal snel. De andere activiteit van de commissie was dat er elke dag een commissielid belast was met het toezicht op de uitzending. Het journaal bestond toen nog uit 1 lange filmrol van ongeveer 1 kwartier. Die moest om 7:30 klaar zijn, zodat de omroepvertegenwoordiger op zijn gemak naar kon kijken en dus kon bepalen of het kon worden uitgezonden. Het enige wapenfeit van die sensor is, voor zover ik heb kunnen vinden, dat uit de allereerste lieder van de allereerste uitzending van het NTS-journaal een danseresje in tutu is verwijderd. Omdat dat beeld volgens de vertegenwoordiger van de NCRV aanstoot zou kunnen geven. Verder is er nog 1 opmerkelijk incident bekend. Het doet een beetje denken aan die avond van laatst, van 29 januari van dit jaar, toen het 8-uur-journaal niet werd uitgezonden. Een mededeling in beeld sprak toen van wegens omstandigheden wat veel verwarring heeft veroorzaakt. Op 10 mei 1956 verscheen er een omroepster in beeld met een vergelijkbare mededeling. Wegens bijzondere omstandigheden zal het journaal niet worden vertoond. Daarna ging het scherm op wit. Niet op zwart, want dat bestaat helemaal niet in die tijd, maar op wit. Pas veel later werd duidelijk waarom. De journaalfilm moest om 7:30 worden gekeurd door een vertegenwoordiger van ditmaal de VARA. Maar was niet op tijd klaar. De sensor van dienst belde naar zijn baas, K.J. Rengelink, die trouwens ook de baas was van de NTS. En deze nam het besluit dat het journaal dan maar niet moest worden uitgezonden. Hoofdredacteur Enkelaar is geëxplodeerd toen hij dat hoorde. Maar het enige wat hij bereikte was dat het journaal 's avonds na het VARA-programma alsnog werd vertoond. Zonder enige toelichting overigens. Het NTS-journaal en later het NOS-journaal heeft zich pas diep in de jaren 70 aan de druk en de greep van de omroepzuilen kunnen ontworstelen. De sensor die de film moest beoordelen is wel vrij snel verdwenen. Maar de omroepen hebben steeds min of meer subtiele middelen gebruikt om invloed uit te oefenen. Het sterkst was wel de poging van KRO-bestuurder Harry van Doren. U kent hem misschien nog later als minister van CRM, cultuur. Om het journaal te verplichten nooit langere onderwerpen te maken dan 1 minuut. Zodat nadere achtergronden en toelichtingen op nieuwsgebeurtenissen geheel zouden blijven voorbehouden aan de omroepen. Ook een diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van het journaal, 10 jaar geleden, heeft eigenlijk geen voorbeelden van staatscensuur of direct overheidsingrijpen aangetoond. De pogingen tot beïnvloeding zijn in het moderne televisietijdperk natuurlijk bijzonder talrijk, maar die behoren al heel lang tot het algemene spel. Nee, dan de jaren 50. De Geet Hofmans affaire heeft decennia lang doorgewerkt in de Nederlandse journalistiek. De geslaagde poging van minister-president Drees om de hoofdredacteuren te bewegen niet of uiterst terughoudend te berichten over de huwelijkscrisis aan het Hof bezorgde de journalistiek een trauma. Een oudere, wijze collega fluisterde mij toen ik net begon in de journalistiek ooit toe: nooit over het Koningshuis schrijven, jongen. Nooit doen. Daar komt alleen maar ellende van. Het kabinet heeft destijds de complete oplage van het Duitse opinieblad Der Spiegel bij de grens tegengehouden, om te voorkomen dat ons volk uit dat Duitse blad zou vernemen hoe de Soester en Barendse vleugel van Paleis Soestdijk met elkaar overhoop lagen. Het heeft tientallen jaren geduurd voor we uit de geschriften van de hoogleraren Vasseur en Daalder de details mochten vernemen van de twisten en de fratsen in de boezem van de monarchie. Eerder kon niet. De Nederlandse samenleving zat totaal op slot. Het zuilensysteem beschikte over allerlei mechanismen om informatie tegen te houden. Dan wel zodanig te filteren dat rust en orde konden worden gehandhaafd, dat de veiligheid van de gevestigde belangen niet in gevaar kwam en dat er in het publieke domein
geen eerbaarheden geschonden of zinnen geprikkeld konden worden. De jaren 60 hebben alles veranderd. Eenvoudig ging die ommekeer niet. Als het VARA-tv-programma, zo is het toevallig ook nog eens een keer, vanaf 1963 satire bedrijft op een manier die we nu mild en sloom zouden noemen, maar die destijds revolutionair werd geacht, dan is het land te klein. De discussies zijn hevig. De emoties lopen hoog op. Er vallen dreigende woorden. Na 7 uitzendingen met heel lange tussenpozen houdt het programma op te bestaan. De redactie weigert te accepteren dat de VARA-leiding een onderwerp schrapt. Terwijl het programma nog bestaat, verschijnt er een boekje over de manier waarop het Nederlandse volk op deze prikkelende televisieuitzendingen reageert. Daarin schrijft medesamensteller Han Lammers, die dan nog journalist is, later wordt hij bestuurder, dat hij getroffen is door, ik citeer, de virulente en rancuneuze ergernis die het programma in Nederland opwekt. En dan voegt hij een opmerkelijke constatering aan toe. Zowel in het parlement als in ingezonden brieven in de kranten hadden tal van Nederlanders gevraagd om overheidsingrijpen. Letterlijk schrijft Lammers, men bad eenvoudig om breidel. Wat een prachtige zin. Een zin om over na te denken. Bidden om breidel. Hij voegde eraan toe, wat in andere contraien met geweld moet worden opgelegd, daar wordt hier van onderaf om gesmeekt. Er is geen twijfel aan dat de jaren 60 op het punt van de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijke journalistiek een grote ommekeer teweeg hebben gebracht. De manier waarop Karo Brandpunt in 1966 kritisch berichtte over de politiek van de eigen zuil, hoe de KVP-fractie in de nacht van Smeltzer de eigen premier Joop Kals ten val bracht, was een van de eerste tekenen. Daarna volgde de Volkskrant, die zich van zijn ketenen bevrijdde en niet meer aan de leiband van de KVP wilde lopen. De tijd dat de fractievoorzitter van die partij nog hoofdredacteur van de krant was, die tijd zou niet meer terugkomen. En ook bij andere media werden oude banden gekapt. Ook bij Trouw was de hoofdredacteur niet langer de fractievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer. De journalistiek ontdekte de vrijheid en sloeg aan het onthullen. Met vallen en opstaan weliswaar, met schade en schande. Maar de ontwikkeling liet zich niet tegenhouden. De prestaties van Watergate-reporters Woodward en Bernstein, die zelfs de president van Amerika ten val brachten door volhardend en slim speurwerk, inspireerde de nieuwe generatie journalisten. Ik werd zelf in 1976 door de hoofdredacteur van de regionale krant waar ik werkte, hier in Utrecht, Utrechts Nieuwsblad, meegesleept naar de bioscoop. We moesten met de hele redactie naar All the President's Men gaan kijken. En vanaf dat moment was er geen gemeentesecretaris of raadscommissielid meer veilig voor ons. We zouden ze achtervolgen tot we precies wisten wat ze deden, met wie en wat ze ervoor kregen. We zijn inmiddels 40 jaar verder en er zijn volop bedreigingen voor onafhankelijke nieuwsvoorziening bijgekomen. Economische ontwikkelingen werden tal van kranten fataal. De komst van internet, met zijn vele zegeningen voor de informatiemaatschappij, deed advertentiemarkten instorten en verstoorde daarmee de bestaande journalistieke verdienmodellen. Er zijn gemeenten waar geen gekwalificeerde journalist meer beschikbaar is om het bestuur te controleren. Soms huurt de gemeente zelf een journalist in. We zijn er wat de vrijheid van meningsuiting en die onafhankelijke journalistiek betreft nog steeds niet. We zijn wel onmiskenbaar vooruitgegaan. Vrijheid van meningsuiting heeft onderhoud nodig en permanente zorg en vooral strijdlust en rolmodellen. Mensen die voorop gingen in de strijd voor dat mensenrecht. Zoals Dirk van der Voort uit Velp. De man die met 5 vrienden op de fiets naar Schoonhoven reed om daar de achterpagina van de Schoonhovense Courant van vaderlandslievende en de verzetsgeest bevorderende teksten te voorzien met gevaar voor eigen leven. Ik was eigenlijk van plan om aan het eind van dit vrijheidscollege op te roepen om een straat naar hem te noemen of zoiets. En wat blijkt? Puur toevallig, op woensdag 24 maart heeft de gemeenteraad van Reden, waar Velp tegenwoordig onder valt,
het besluit genomen een veldje nabij de Willem van Kleefstraat het Dirk van der Voortplein te noemen. Omdat hij in de oorlog distributiekantoren overviel en soms ook Joodse onderduikers opnam in zijn woning aan de Beltjeshofstraat. Dat hij de Schoonhovense Courant overviel ter bevordering van de vrijheid van meningsuiting was er bij het gemeentebestuur kennelijk niet bekend. Maar dat doet er ook niet toe. Hij heeft nu zijn plein. En wat mij betreft wordt hij vanaf nu ook het officiële boegbeeld van de Nederlandse strijd voor de vrijheid van meningsuiting. Dirk van der Voort, hij is mijn held. Je suis Dirk. Ik dank u voor aandacht.